De eerste Uruguayaan bij PSV is Ruben Betancourt. Hij tekent voor 4 jaar met een optie op meer. Muy contento, demasiado contento. No puedo expresar la alegría. Todos. Mucho sacrificio para llegar acá. Ja, ik denk voor de meeste een onbekende jongen is. Hij is nog heel jong, net 18. En ja, we hebben hem al een tijdje op de korrel. Wordt gezien als groot talent in Uruguay. En nou ja, wij konden nu die deal maken. En nu zijn dat nog interessante dingen om te doen. En vandaar de deal. En als die handtekening dan officieel staat, krijgt hij van technisch manager Marcel Brandt zijn eerste PSV-shirt. Voetbalnaam Ruben, nummer 30. No, un club muy grande. Jugadores Romario, Ronaldo, muchos jugadores salieron. La verdad que conozco bastante. ¿Y qué conoces y crees del fútbol holandés? Un juego fuerte, rápido, técnico, lindo, lindo para jugar. Hij is nog jong, waar gaat hij aansluiten? Ja, ik denk dat hij begint bij Jong PSV. Er staat de komende maand nog een hoop te doen. Hij gaat voor Uruguay 120 al spelen, wellicht binnenkort. Hij moet nog terug voor wat formaliteiten te regelen. Hij wil heel snel de taal leren, dus we gaan hem heel rustig laten wennen in Jong PSV. En dan natuurlijk dat mooie rood-wit gestreepte shirt passen. Een tricot waarin de Zuid-Amerikaan vaak hoopt te schitteren. Nou, echte aanvaller. Wel veelzijdig, goede techniek, snel, doelgericht en wat dat betreft een heel interessante jongen voor de toekomst. ¿Qué son tus especialidades? Los goles, cabecear, goles de cabeza. Ya, mucha fuerza, el choque, la fuerza. Un juego brusco. En dit is hem dan, in volle ornaat, Ruben Daniel Betancourt Morales. Veo el estadio y me vienen cosas de atrás. Yo era niño, soñaba con esto, un sueño. Ruben, geniet ervan en laat de supporters in de toekomst van jou genieten.